Sean, de tijd dat de stream uitgevallen is, heeft Sean zich een 5 fles grid penalty weten aan te smeren. Kut. Zoals je nu vond, denk ik. Tim, dat is erg zacht. Kent ze zichzelf in hel zitten of is dit een maximum? Zeer zacht. Nou, dan komt het schoolstumke weer. Goedemiddag, dames en heren. Ah, dat is een stuk beter al. Dat is een stuk beter. Wat is het dan met goedemiddag met dich? Ja. Moet dus wel even wennen. Kijk. Speedy Jacques Villeneuve. Dat zou je wel willen, hè? Nee. Boah, ja. Dat ging net niet goed. Boah. Ik moet zeggen, een hele hoop Euro Truck Simulator is dit pas gewennen. Oh, dat ging snel, holy fuck! Echt zo van, oh shit, ik moet niet continu pakken. Maar Sean, wie is op dit spel eigenlijk gekocht? Het was wel fucking cheap, 3 euro. Met alle add-ons? Ah oh, ja, toen was 1 euro. Christmas sales, of wat? Ja. Ah, chill. Nee, ik kwam toevallig net ook gedownloaden, maar ook met alle add-ons erbij, dus nou ja, niet via Steam, hè, dus ja. Uiteraard, en zij is wel. Ah! Ben je binnen kwijt? Ik heb geen mis. Bullshit. Oh, ik heb wel overstuur. Als je even met de bal als gaan spelen, dat is echt niet fijn. Oh, daar komt die manner. Er zit de bal hier weer in. Ja. Tering! Nee, dat is echt niet, niet goed dit. Alonso P1, jongens. Zit hij achter de pole sitter, Alonso? Ja, dat is practice, maar goed. Helt de klap op! Tijdens of ik in een race zit met Alonso en Ocon. Waaah! Heb ik getoucheerd! Hapert de kut gek. Sean P1 jongens, wat is het voor bullshit? Kluft het zelf. Met dat van Tira, oké. Woe! Ah man, wat is het? Of misschien moet ik gewoon even een auto winnen. Oh kut. Een graslop noemen we dat. Zo, Roger. Het is de Haas 50ste Mercedes. Zit ze achter mij? Naar Vient? Ja. Naar Vient. En dat is de Haas remmen. Versus de Mercedes remmen. Hey, laat hem ook komen met rust hoor, maar jong, dit is niets gedaan.
Sean is een non jong. Nee! Cut for hand! Wie kust het voor elkaar? Nee! Ik zie hem niet van de baan afkomen, dan wil ik het weten. Ik ging vol tegen de aan. Fan! Ik ben met een long run bezig, kut fan. Dan kan ik wel gewoon opnieuw beginnen. Maar was ook de balans op, te zeggen ze. Nee, ik moest gewoon even gevuld van de auto krijgen. Logan weg. Logan naar de auto. Het was net goed te gaan. Nee, maar dan heb ze heel veel turnen in. Dan heb ze wel heel veel turnen in, als ze de balans gaat doorgezet. Maar dan moest de auto het beter aanvullen. Dan moest ze heel veel correcties maken dan. Omdat er veel overstuur rijdt in principe dan wel. Maar wie deed zich oversturen? Met de artillerie gaan aanpakken? Met meer of met de ballast, als ze de hoger zit, krijg ze heel veel overstuur. Als ze hem leger zit, krijg ze onderstuur. Als ze in het midden zit, dan is het gewoon, gewoon standaard eigenlijk. Default setup. Als ze meer leeg zit, krijg ze een heel ondersturende auto. Ik kan in de regen wel fijner zijn, omdat ze dan net wel spinnen natuurlijk. Dan zag ik van Doornbossen zou ook van, als het nat is, moet je een beetje front wing eraf halen. Dat is precies hetzelfde effect. Minder turn-in, meer onderstuur aan de auto. Ja, zodat ze minder snel de auto in de spin gooien. Door de joker van de 16, doe serieus. Gast. Ja, de joker, maar deze even een joke P1 en dan ben ik aan rijden. Het werd de titel van deze video, een joke P1. Nee, serieus te nemen. Oh, wat een kutzeik. Godverdomme zeg. Wat dan met de fuel? Nou, ik denk natuurlijk ook wat veel fuel in de auto, hè. Dat zou ik ook vergeten, mijn oversturend gedrag. Mijn lompe gedrag. Wie zit in de auto zitten voor wie voor rondes? Wie op fuel? 50 kilo. Ik weet niet voor hoeveel rondes er was. Ik ga niets meer moeten halen, dan de 30 in nu. Waarom gaat die wegzak cancel hoor? Dit is goed. Zo. Oh, wedges. Moest ik met 30 voor 24% steeds, hè? Welk? Ook de 24%. Oh ja. Dat zijn 18 rondes. Zou kunnen, ja. Ja, dan moet je absoluut 50 kilo nu. En zo ook er top 20 in gooien. Ja, het is toch de filosofie van de longruns, hè. Nee, ik weet niet wie dat zit bij een deelrace, of ze dan wel de simulatie dan van heel veel fuel. Want het is wel de simulatie van twee keer zoveel tire weer. Ja. Een 50% race, tenminste. Nee, ik ben niet graag. Oh jawel, ik zag een nootje gewoon. Renault kunt te fit doen. Oh, tering. Wat is? Ja, ik miste de bocht bijna. De bocht is even nooit aangereden. Oh wacht, is Tim die daar moet... Dat is Tim. Ja, dat ook zien. Ik ben toch geen Renault. Oh ja. Gewoon niet doodgevonden werden een Renault. Focus. Focus, focus. Woe, tering! Ah, ging goed. Ging goed. Voorzichtig, deze auto is heel twitchy nu. Ik ben heel erg aan de setters. Even de feeling cleaning. Is man. Jump the cops! Timpty, wat zegt? Ik heb even een andere setting. Dat geurde ik niet. Ja, dat timde me even terug naar de garage. De mechaniekers hebben fouten gemaakt. Dit is een driebocht, lul! Fitchy, yes.
je de bocht 1 van Spanje is dat. Oeh, te vroeg ging gestuurd. Eigenlijk te vroeg begon met remmen. Ik heb de den sturen vanzelf. Dat is zeker eigen. Dat ging net goed. Beetje last van overstuur, maar doe het accelereren. Ah, dat is prima laptop nu toe hoor. Jump the cops! Woe! World Champions! En het is P2! Ik weet niet hoe ik reden met in een long run. Drie bochten, hè, jongens. Juist. Goed zo. Tering. Ja, dat scheelt 1,5 seconde, jongens. Kijk eens. Hoppa. Oh, weer te laat gekutremd. Godverdomme. Nou, je hangt even meteen even de pedaal voor het zitten. Zo. Waarom ben je wel zo vervaarlijk, denk ik, Michan? Dat zou ik niet doen als ik denk, hoor. Ja, precies, ja. Nou, dat is goed over de curbs, hè, zeg. Dat is prima. Nu wil ik deze curbs. Oeps, dat is iets te veel. Van het goede! Ik ga hem weer stuiteren. Ja, dat was dat beeld zijn. Kijk, 44 graden of zo. Moeilijk zijn. Oh, ding! Moeilijk. Ik heb de achterkant. Oh, wat sick! Ik heb net op de barrières weten te houden. Pas op! Auto op de trek! Autotrek.nl. Beetje een loze melding, hè? Een auto op de trek. Het zei eigenlijk helemaal niks. Dat is meer stalverbal namelijk. Ah, fuck. Dat ging niet. Dat ging niet. Hop. Ballast. Ah, tandje meer achtervleugel, jongens. Dan zijn we klaar. Tandje meer achtervleugel, toch? Ja, dat stabiliseert hem. Ja, dat is meer een raket, hè? Ja. Meer drag achterop. Ja. Ik denk niet dat dit een raket is. Het is toch snel, maar raket. Het is ook aerodynamica. Ja. Die mensen zijn universeel. Mercedes duikt naar binnen, die heeft genoeg gezien. Tering, alweer! Ik ga de tip navolgen, Roger. Leuk. Fuck sake. Kroesteen niet klaar. Kroesteen niet klaar? En zijn valt hier nog bijna drieën. Nou, Bottas ging shit geboete. Ik zeg toch dat is een driebocht? Godverdomme, zijn lieve slijer. Ik vind wel de veer goed accelereren is leuk. En lastig. Kan ze de microfoon? Dat was het. Nee. Yes, softly. De microfoon. De micro, hè? De micro, alloy. De micro. Dan zal ik het terug rechter voor mijn zetten. Heel erg mee over. Ja, ik heb de World of Champions getoucheerd. Maar ik doe wat direct ook wel of schaffen gewoon nou een sessie met qualifying en race. Hierna is direct Pally. Lange is deze practice session nog? Even
geek session info. Nog 12 minuten. Oh. Ja, ik moet sowieso naar binnen dus. Dan ga ik even quality sims dan. Even in het midden van een sessie. Set je ultra source en de derde front wing van de sessie. Derde. Even de tweede is nog niet eens nodig. Nee, dit was de tweede. De eerste zou ik zelf veroorzaken. Nee, de tweede front wing wat ze gebruikt is. Wat ze op is gemaakt, is mij nog niet nodig. Oh, dit is hij. Ja, dat is. De derde. De derde of de tweede al? De derde. De derde. Nee, volgens mij is het de vierde. Ik heb het twee keer zelf al gedaan. Eén keer was ik met de bier betrokken. Ah, dat viel me niet met. Moet ik even rustig aan doen. Kijk, zie ik langs je put nu? Ik ga nu naar binnen, ja. Oké, daar zit een puntje achter me. Daar heb ik nog niks aan gedaan. Daar hebben we niks aan gedaan. En vergeet, ik ga het gaas druk nemen. Dat waren plannetjes. Nee, maar ik heb eigenlijk nog een tip die dit tussen gehad. Eigenlijk alleen maar dit. Volgens mij vind ik de reactie van mij gewoon leuker. Toeval wel, hè, inderdaad. Nee, ik heb echt zo goed. Het is gewoon pech, heb Roger. Je bent altijd verkeerd op een verkeerde moment. Oh, ja, dat is. Extreem dom. Ach, moet de arme Grosjean wachten. Wat een vent. Zeer agressieve setup. En daar is hij. Pardon? En moet ik dadelijk dan gaan doen? Tering! Excuseer. Nee, ik heb ruzie met chef. Ik moet een 1.13 dan gaan zetten. Zo. Even kijken. Dit zit hem nu zijn lap in, de 15.6. Ja. Dat is mijn laatste lap, joh. Duikt er net onder, hè, Sean? Ja, maar Sean Reed op een kompot harder, moet gezegd. Ja, we rennen gewoon een dadelijk sneller auto. Oh, kut! Het begint in de fuel om leeg te gooien. God. Oh nee. Elke keer hetzelfde, hè. Oh. Ugh. Kutspel. Zo, daar is even de pit in duiken. Ik ga nu ook mijn kwaliteit neerzetten. Ik moet wel een plek hebben. Zo, gewoon in de 8, hè. Economy driving. Ja, Tim. Ik duw die pit in. Dat is wel een veerbocht. Merkenske. Ik heb een andere Mercedes aan. Nollig, we moeten langs in. Het is zo makkelijk! Eigenlijk wordt binnen langs. Ik voel wel... En eigenlijk wordt het een koninkut. Wel te strak dat ik me erg moeilijk langs zich kom, straight. Het kan niet een super sleek setup. Ja, maar ik ga je rich mode aanschouwen, even in de muur. Rich mode, ja, ik ga gewoon standaard mix. Zou de Mercedes inderdaad makkelijk langs moeten kennen. US, dat moeten we ook even sturen. Daar gaat het team van Haas. Ja, dat is kut. Nee, die zit me gewoon naar binnen, doe je.
Goed. Godverdomme, doe dan maar lang. Zo. Duk ze de pitsuit? Nee, nog niet. Ik kan niet zeggen wanneer ik de pitsuit riep trouwens. Ja, ik riep nu de pitsuit, dat is boeiend. Oké. Okay. Ik ben niet zo flauw. Dat mag ik nog even. Jood, jood, jood. Let's go, let's go, let's go. Zeker ze het herbocht. Oh heerlijk, kijk wie ben ik ouds om geen zitten. Sek hij. Oeh, oeh, oeh. Oh for fuck's sake, next level, wat is dit voor een bullshit? Ik neem ze de laatste sector man. Tiet om ze een rondje te gaan zetten. Met een mes. Gevaarlijke tractiezone hoor! Er zit een vol de wall of champions in. Wat een fuckfan. Heel hard. Jongens, gepaks! Ah, ziek! Oh, de DRS-lijn is zo kut hier, hè? Welke keer de verkeerde te pakken? Ja, dat is shit, dat die dribbelen kan je hebben. Dat is heel leuk. Oh, de wall of champions, jongens! Ik ben bezig. Ik ken zo met die dribbelen hier. Ah, ja, ik zit. AI, mooi. Zeker, let er eens een keer op, jong! De camper. 1.14.6. Nog niks illegaals aan trouwens. Ja, is nog helemaal te langzaam. Dat wel. Ik zie geen stone. Nee, dat is invalidated. Omdat ik in de Virgil heb een vettige corner cut gedaan heb. Ah, fuck. Geweer ik gewoon. 1.10 zit er vanaf. Dat is gewoon een beetje wat kunnen doen. Hey, wat is dit? Bro, had ook magische engineers zitten voor de ontwikkeling een beetje aanzetten. Ja, als ik dat geweten had, zeg ik godverdomme. Ja, dat is waar. Vettige DRS-lijn. Die is zooi. Zooi. Kut. Weer niet meer opletten, jongens. Oh, wat een zeik. Ik ga weg van de boete. Oh. Bottle dit.
bent u gereed? Godverdomme. Helaas, Tim. Ik denk dat ze echt de top 100 zullen schoten. Ah, de eerste pannenkoek is voor de blagen. Dit is maar practice, hè. Ik heb de kamp, ik heb wel verkeer aan. Oh, ik heb bijna. Het is Pascal weer aan. Pascalke. Godverdomme, ik heb niet genoeg fuel, denk ik. Ja, maar godverdomme, de vent kan nu wel door drieën, want we hebben gewoonlijk de finish niet voor de Tiro dit. We hebben nog geen ruimte drieën. Pascalke, dat was makkelijk, Tim. Dat is een kort randje. Zo, ik blijf weg van de pit. Goed geweest. Ik ben tevreden met mijn sessie. Als je voorzien draagt, ik denk ik heb 2-10 neergezet, we kunnen niet meer. Hey! Team target van de show. Mercedes, ze zitten nut, hè. Die zitten tegen die arme middenvelders graag te tikken de ganse tijd. Middenvelder? Onsportieve jongens zijn dat. Onsportieve jongens. Ook kan inderdaad. Toto Wolf en Nicky Lauw zitten dan een beetje in een vuistje te lachen als het gebeurt. Prachtig maaiveld. God, stop zijn kut-RS-lijn. Hoe is het voor je dit? Ah. 1.16.6. 1.16.7 doen. Get the pit entry. We hoeven nu wachten op 2 minuten of je zit dat weer hier? Nee. Dit draait mij gewoon lekker. Goed idee. Tim de retire nooit, hè? Dat zijn nutten. Nee, zit ik weer geen retire? Nee, dat is toch maar 17 seconden. Nee, dat is toch maar 23. Ja, god. Dat is een nette. Godverdomme. Kut? Wat? Ik heb panties 2 lekker. And I thought my jokes were bad. jongens, Sean, het hebben ze weer een eigen graf gegraven, zeg. Hey, maar dat is geniaal, jongens. Tim, dan hebben we sowieso geen last van tijdens de start. Ja, dat is wel. Ik kon het wel zelf een dag hebben. Oh, kut. Dat is jammer. De eerste hebben we volgens mij in de allereerste bocht die Alonso aanpikte. Ja. Maar de lul Alonso moet niet in de weg hier is te pit komen rijden, hè. Dat is een mooie binnenkant van de bocht.
Eens kijken naar de setup, hè. Gewoon de gebruikelijke setup. Nee, hij wil me nog helemaal iets te kut. Ik ga het over een compleet andere boek gooien. Dit is extreem riskant wat ik nu doe. Zijn naam is Boet, hè? Nee. Is zo. Hoezo? Oh, daar komt de gitaar al. Ik heb nog geen banaan gezien. Ik ga zelf een boete doen. Geen banaan gezien? Banaanauto, de Renault. Oh. Nou. Is wel al de zilvervleugel gezien? De zilvervogel? Heb je niet gezien, hè? Ja, zilver. Is dat de zilvervogel of de banaan? Is dat zilvervogel of niet? Ja. Amai zeg. Hey Tim, wat is er voor een lapsan? Soms is hij nog helemaal in de garage. Ik ben echt een piek waar zit. Ja, ik ben een lang boete man. Ik heb een ruimte kregen. De engineers die banaan op de weg liggen. Dus die gaan ze echt op en dan... Het is een lapswens. Oké, doe even rustig aan. Wie zei dat? Nou, dat is de graafstand. Is toch? Welk? Het kinderregiment is gewoon... Ik zei, de wedstrijd nooit hoort groot, is een beetje afstand, niet groot. Waar gaat nu de herten in? Ik ben, ja, allebei eigenlijk. Ik heb Sean in mijn vizier. Tering. Terugrend. Ja, guest. Dit is een outlet. Normaal doen. Oké. Okay. Fuck, nu zit ik natuurlijk Sean-vormig. Dat is ook niet ideaal. Waarom heb ik zoveel gas gegeven? Dicht aan de achter mee. Cancel zei ik. Wacht. Godverdomme! Kom ik een godverdomme door die achter zit hier, hè? Dat neukt mijn hele entry hier. En exit. Zei ik, bocht. Muurtje. Laat het turn in. Hey, go teammate! Ah, Maxke. Maxke moet het party weer ruïneren. Oh, lovely line there. Oh. Ik ken de hoedlap van de Mercedes Ruken. Nummer 13 Mercedes. Wolf Champions, wat lichtelijk getoucheerd! Boom, bitch! Godverdomme! Ja, dat kost je weten. Ik zit nu wel dichter bij de start van de lab. Skieken, 14-6 voor de target. 13-6, oh netjes. Trichon, 14-9. Kut. Ik sta aan de kantje van Roger. Nee, ik ben in het... Ik word gans weg, hè. Ik word in het menu. De computer even aan mij. Oh, oké. Ik ben rustig in Lab aan het doen. Moet ik vinden, ik heb de Wolf Champions getoucheerd. Ik heb ook de Wolf Champions getoucheerd, maar met de bang. Zoals het werkt. Oh, even het rubber achterlaten, de murken. Ik met de vleugel. Oh man. Okay, oh man. Niks, de wing is weg. Wat zag je? Niks, de wing is weg. Ja. Dan zit hij heel rustig zijn eigen race te becommentariëren, mompelend. Ik heb hem net terug gekregen. Ja,
koppeltje. Fuck, hoe kan race zo heen met die in het maken ben in de water. Het was lullig, ik ga heel even de snelste ronde. Een seconde of twee. Wel, we hebben gekeken wat onze huisbaan doen is, hè? Op de ene nog een paar tienden vanaf kunt snoepen. Nee, niks setup. En trouwens is setup al wel aanmerkelijk beter dan ik een practice hou. Dus daar houd ik me fijn aan. Met wat verdomd. Dan even op. Dat is een slim beest. Een fleusje tegen Temmel. Yes, zo. Hesky. Waar is er? Daar hadden we hem toevallig. Het banaantje. Oeh. Kijk, weer naar de sector daar in 23 eenheid die dat is. Nee, dat is geen fases. Dat is geen hotlap. We zijn nog steeds bezig aan een opwarmertje, een beetje de ruimte zoeken. Even aan de kant hier. Nou, dat is alweer gekut, ja. Ja, vent. Ik ga vol op de remsje nu, dit is een front wing kwiet. Ik ga ook naar binnen. Nou, die heeft alleen een bankertje staan op dit moment. Timmy Sunder. Ja, een vervelende gewaarwording. Roger, denk ik, vind je het wel goed geweest. Nee, ik gewoon duidelijk in de boete doen, idioot. Met de wall of challenge. Ah, wat denk je? Ik kon alleen met één lap riskeren hier. Maar dit Lewis ook net. Maar Lewis hebben we er vandaag niet bij. Lewis hebben we vandaag niet meegenomen. Nee. En dan van een brokkenpiloot voor in de plaats gekregen. Pardon. Zoals hij aangesproken of wat? Nou ja, goed, toen hebben ze de vervanger van Lewis Hamilton, dus ik zag me aangesproken veel. Jongens, doorwerken. Doorwerken. Ja, ja, die zijn langzaam. Zo, dit hersje gaat er eens langzaam richting de track. Waarom zegt hij dat ook helemaal? Okay. Dat is heel erg dom. Ja, ik ben toch bezig met mijn getimed op de sprint. Oké. Okay. Ja, trouwens, ik kan dat natuurlijk ook zelf het ruimte zoeken, hè. Oh, dus het schat aan de andere kant van het bandje. Ideaal. Alle ruimte. Alleen hoop ik ben eigenlijk bang voor het, hè? Ik ben zeker bang. Maar ik ben ook bang voor de rest van het verkeer, hoor. Ik wil gewoon even mijn ronde verzaakt werden door verkeer. Dan wel doodlers, Fransels. Een moeilijke ruimte hier. Het zit ook nog in het banaantje. Nou, ik laat volgens India al weg hier en dan open ik het gaas. Ik zou er iets laten zakken, Tim. Ja, daar ben ik mee bezig. Dat ligt wel zo te zien. Maar ik ben hem aan het ophouden, die moet zijn cyberke. Oh ja, het. Oh, dat is een toren was ook zijn. Zag ik iets rood. Oh, fuck. Op blijven letten. Dat is Ericsson. Ja, dan moest ze heel veel gaas terugnemen. Maar dat is al een groot gaat zijn. Die ben wel weer. Nou, dat loopt heel erg los bij dit spel, hè. Zei ik altijd met die kut DRS-lijnen. Echt. Waarom is er zoveel lijnen met asfalt? Anders kunnen de racers te kloten hier. Godverdomme. Nog even een fout. Ja. Ah, fuck. Geen brekpuntje mis. Upsie. Whoopsie. I've missed my breaking point. Whoopsie. En dan straight line gewoon de nouvelle chicane. Oh, fuck. Oh, wat is die?
behind. Oh, kut. Welke fuck ass heeft er voor gekozen om vlug naar de boete te gaan hier? Oh, dat is mijn teammate. Wat? Dat is mijn... Godverdomme! Oh, dan ben ik gewoon nog gesqueed. Nou, ik breek mijn ronde wel af. Oh my days. Dit is er middenin, hè. Oh, ik kijk net pas naar de minimap. Ik zit gelukkig net vooraan, maar... Nou, ik kan het niet oplossen. Kutzeik. Dat kut van inhalen. Kent dat nog? Als het kent, wil ik hem heel graag inhalen natuurlijk. Maar ik denk niet dat het mij kent, want ik heb hem een klein beetje laten varen. Ja, daarom wil ik dus eigenlijk nooit short qualifying dan, want ik krijg elke keer deze fuck, zei ik. Gewoon ietsjes zakken, heel cheaply. Dat de geil hier echt op de bumper van me zit. En dan kan ik pas vertrekken aan mijn hotlap. Oh, dat is een hele slechte entry van de fucking... Chicane. Hulkenberg. Hoe bocht? Hoe? Helaas. Hoe? Ik maak weer een potje van. Hier ging het de vorige keer fout. Zin bij. P2. Goed. Kut. Oepsie. Oh! Ik ga het mooi zo zeggen. Hè? Godverdomme. Eigenlijk is het P12 nu. Shame. Wat zo kut zijn, maar. Wat is aan de hand? Ja, is het wat ik normaal maar heb. Dat er in het verkeer terecht hebben gezien tweede outing. Als ze bij de eerste ook al problemen hadden gehad. De jongen, daar start gewoon achter. Mis mijn breaking point! Dit keer echt? Dat ging echt net, Roger. Oh. Oh, en nu je snel steed. Boah, Roger. Anders sneller is mee. En een slechte auto, hè? Dus. Eigenlijk is het niet meer. De fucking haat. Tweede plek voor de Renault. Oh, ze heeft nog gesteld. Mooi. Ja. Ik hoor het smijten op je chicane en ik geef verstand. Oh, dat is nog een. In verkeer vind ik dat best wel een nette ding nog op zich. Want mij gaat het helemaal helemaal fout en dan toucheer ik ze allemaal en dan is het gewoon klaar eigenlijk. Ja, maar als Verstappen vreugd en gerend voor de chicane. Wow. In hem gezeten. Ja, dat daar heb je ook in die klasse mee. Ja, jammer dat dit een. Dat dit een pre-race is en geen, wie is het? Geen officiële race. Wij van het gebied hebben een officiële race dan. Ja, is me gewoon waarschuwen dat de race dat heel moeilijk is met zoveel auto's op de baan. Maar hij weet niet dat ze toen een grid penalty of volgens mij. Hoeveel laps hebben we vandaag? 18. Wow. Race strategy, we hebben 18 laps, dan moet ik ietsje zijn gezeten. Tim is een goede starter, hè, dus dat werd er nog in. Dat kost. Oké, check. Wat is de Mercedes? Toch niet helemaal een beetje bang, hè? Ja. Nou, P13 naar P1 keer gewoon, dus krijg ik gewoon rechtdoor over het gas. Ja, de Bottas start in 2016. Nee, Bottas, Rosberg. De tweede Mercedes. Ik ben helemaal gewend eraan dat het Bottas is. Zek! Oh, dat duurt even. Zeer dociel, bocht 1 in. Daar parkeert hij de bus. Ik weet niet wat allemaal gebeurt hier, maar... Ik zie inderdaad een Renault. Stop, kijk, dat is schmacht. Wat zeg je hier? Net angst! Ik weet dat ik angst heb.
Nou, die Ferrari's zijn nu heel akelig. Ja, ja, ja. Klopt wel, ja. Oké, zie ik, heb ook exact hetzelfde aan, dat zal ik niet doen. Nee, dat is voor het eerst dat ik hem zo aansnee. In qualifying neem ik het dan warning, maar oh, nee. Dat ken natuurlijk in de race niet. What the fuck? Kut dat los. Het is gebeurd, hè. Nee, niet goed. Oh, fuck. Ah. Oh, dat is perfect, al zeg ik het zelf. Zo heb ik me nog nooit aangesneden. Ik ben de eerste vol jumpen en de tweede dan over de normale curbs. Zo doen we dat. Fuck. Misschien naar 12 in Bob. En F. Fuck. Bij de warning. Ah, toch niet. Hey, is mijn kont dat geen echte races hebt, Jay? Nu al ja. Pooh. Ik ga dadelijk even de beelden analyseren wat er nu fout ging. Eigenlijk weet ik het al, veel te veel curbs bieden in komen. Oh, kut. Dus geen controle hebben de auto bieden uitkomen. Oké, dan komen we verder op commentaar. P1 overgenomen. Natuurlijk de Renault van Timmy Thunder hier met 2 seconden voorsprong op Kimi Räikkönen, die zich op dit moment in P2 bevindt. Het zal moeilijk worden voor Kimi Räikkönen om de getalenteerde Thunder bij te benen. Want de oude Räikkönen heeft de pace niet meer, maar wie die wel achter zich laat zijn teammate. Sebastian Vettel, die zal daar heel zuur over zijn, want hij is normaal toch de lead. Vraag, het komt zeer zelden voor dat Räikkönen zich voor Vettel begeeft in een race. We hebben het niet gehad over de vervanger van Lewis Hamilton vandaag. Dat is Sean L in P7 gestart van P12 geloof ik. Komt hier bij de happen aan. Lokt een beetje up. Maar dat kennen we van hem. Hij zal ook 1 pitstop meer moeten maken dan de meeste vandaag, verwacht ik. Dat is eigenlijk wat hij altijd doet. 1 of 2 pitstops meer dan de meeste. Ik zie trouwens... Ik zie dat goed. Ja, hij is een klein stukje van zijn frontwing. Is hij inmiddels al verloren? Het betreft de rechterkant van de frontwing. Kunt u dat hier zien? Nou, hij gaat wel erg hard hier natuurlijk. Pas op Timmy Thunder nu. Hoppa! Daar ook een flink stukje van de World Champions weer meegepakt hoor. Maar de frontwing blijft even kapot als die was. Het valt dan ook nog mee. Hij heeft moeite het gat te dichten naar de Red Bull van Daniel Ricciardo. Het gat is op dit moment 3,7 seconden. En het wordt nu 4. Dus hij moet echt wel even de pace gaan vinden in die Mercedes om zijn teammate op te gaan zoeken. Die bevindt zich op dit moment een P4. Hij doet het redelijk goed, Valtteri Bottas. Maar hij kan natuurlijk ook beter. Hè? Die auto die kan veel beter. Die moet eigenlijk voor die Ferrari zitten op een baan als Jules Villeneuve. Maar ja, toch die Mercedes motor wel zijn werk doen op die straights. Daar kan hij echt wel zijn voordeel uitbetalen ten opzichte van die Ferraris. En deze sector kun je natuurlijk niet inhalen. Dat gaat heel erg lastig worden. Al kan hij misschien hier wel langs gooien in de hairpin. Valtteri Bottas. Nee, hij is laf. Maar hij zet er nu heel dicht op. We zitten in lap 4. We hebben DRS. Misschien dat hij hem er langs moet piepelen met de DRS. Dan moet hij hem nu wel strak houden hoor. Het gat wordt ietsjes groter. Het gat is een halve seconde. Het gat is nu 0,34. Hij loopt er naartoe met DRS. Gaat hij naar... Oh, hij gaat nog niet proberen. Nee, wat doet hij? Oh, hij toucheert hier bijna de rechter achterband van Sebastian Vettel. Maar hij houdt het veilig. Hij houdt het clean. En hier heeft hij wederom DRS, maar nu is het gat groter omdat hij een rare remactie heeft moeten doen. Die move die hij daar probeerde. Valtteri Bottas gaat nog een rondje aankijken, want nu gaat het niet meer lukken in deze middelsectoren. Sean L nog steeds P7, maar het gat is wel kleiner geworden dan Daniel Ricciardo. Hij heeft er bijna 2 seconden afgereden in de afgelopen ronde. Dat is zeker niet slecht. 2,7 seconden het gat
tot de Red Bull rijder. Teammate van onze leider Nico Hulkenberg wint daar positie op Felipe Massa. Die kent geen goede dag. P12 ruim buiten de punten. Maar de Hulk die lijkt erop in de punten te gaan eindigen. Hier P9 en P10. Wat zien we die twee zo vaak dicht bij elkaar. Die twee Pink Panthers. Perez en Ocon altijd met elkaar in gevecht. Maar hebben ze teammodus gekregen? Mogelijke aanvallen. We gaan het zien. Want Esteban Ocon die is nooit vies van een aanval. En hij zit er nu wel heel erg dicht op hoor. Dit is een halve seconde. Kan hij hem bij de hairpin ernaast gooien? Of wachten tot de DRS-zone? Ze zijn qua auto's natuurlijk identiek. Dus dat wordt lastig om in te halen op power. Allebei die sterke Mercedes motor aan boord. Hij gaat hem niet langs gooien. Maar hij komt heel erg dichtbij. Perez hier een klein beetje opgehouden door Grosjean ook nog. Maar die krijgt er natuurlijk ook DRS van. Dus inhalen op de straight lijkt onmogelijk voor Esteban Ocon. Kimi Räikkönen nog altijd 2,2 seconden achter Timmy Thunder. Dus hij loopt niet heel erg uit de rijder voor Renault. 2 seconden, het gaat nu zelfs nog maar. Kimi Räikkönen komt steeds dichter. Het wordt wel echt een race op deze manier. Sebastian Vettel ook nog altijd binnen schootsafstand van zijn teammate Valtteri Bottas. Ja, nog altijd op die halve seconde erg vaak al op zien rijden. We gaan even kijken bij Grosjean. Hij rijdt op de trein, op kop van de trein met Sergio Perez en Ocon als de enige twee wagons in die trein. Dat lieg ik trouwens. Nico Hulkenberg zit er natuurlijk nog achter en Felipe Massa haakt ook aan. Ik kan het reisje nog wel even doorgaan, want ik zie dat daar een hele trein binnen de DRS-afstand zit. Dat zijn er misschien wel 6 of 7, zeg. Potverdorie. Dat is een flinke trein. Maar Perez verliest iets terrein. En nu moet hij gaan uitkijken. Als hij de DRS niet kan houden, dan kan hij een aanval van zijn teammate verwachten op de straight. Onze raceleider aan boord nu. Zijn frontwing nog helemaal intact is belangrijk. Komt weer even bij onze gevederde vriend Sean L. Die heeft dat ook. Maar dit is de dag. Oeh, kijk. En hier gaat het fout, hè. Sergio Perez meer dan een seconde achter Grosjean Ocon. Ja, hij zit er niet heel dichtbij hoor. 0,6 seconden, kom wat dichter. Nee, dit gaat niet worden. Op het tweede rechtstuk kan hij misschien nog dropen, de start-finish track. Of die daar langzaam piepelen, maar... kijk, nu komt hij dichtbij hoor, bij de aanremmen. Ja, goede exit hier met DRS. Ah, nee, daar is dit stuk gewoon te kort voor. Dat gaat niet lukken. Dus hij zal nog even moeten wachten. En Hulkenberg ook. En Felipe Massa niet. Sainz misschien wel. Kan Sainz een aanvalletje proberen bij Felipe Massa? Wie zal het zeggen? Of wordt hij zelf het slachtoffer van zijn teammate hier in dit spel nog? Daniel Kwiat, die hier ook nog rijdt. Het is allemaal heel raar. Lance Stroll dan op 1,5 seconde. Die is weer zoals gebruikelijk aan het bottelen in zijn home race nog wel. Potverdorie. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Hij is hier in het gevaar om P15 te verliezen aan Alonso. Ja, dat is een echte racer. Die zal natuurlijk altijd aan proberen, ook in de middensector hier. En kijk eens hoe dicht hij erop zit. Kan hij hem hier ernaast gooien? Nee, dat is waarschijnlijk een kaasaanval als je dat zou proberen. Maar kijk eens hoe dicht hij erop zit. Maar jij weet ook, ja, ook al heb je DRS, je komt er toch niet langs. Het is Mercedes tegen Honda Power en daar ga je gewoon niet winnen. Als je de McLaren zit. Kijk eens hoe dicht hij erop zit. Potverdorie. We zien inmiddels Sebastian Vettel door het veld zakken en dat komt omdat hij in de pits is met Daniel Ricciardo en Sean L. We gaan terug naar de actie in de pits. We zien daar Sebastian Vettel, die komt op dit moment binnen. Nee, hij is binnen geweest, excusee. Sean L. is nu in de pitbox van Mercedes. Hij valt terug tot... We gaan even kijken of nummer P17 gaat worden. Kan Pascal dan nog langs? Verste voorbanden en de verte voorvleugel. Nee, Pascal is ook in de pits, dus hij blijft lekker... P14. Ja, hij heeft nog een paar mensen ingehaald. Kijk mooi. Nee, daar komt Alonso! Wat gaat Alonso doen? Nee, dat is Van Doorn, jongens. Dat is Van Doorn. Van Doorn blijft erachter. En die komt ook achter Perez uit. Oei, lock-up daar. Dubbele lock-up met aanremmen. Timmy Thunder. Draait hij er straight op. Hoe lang kan hij nog met deze banden uitzingen? We gaan even de telemetrie bijpakken. Dit is nu relevant. Zo. En Timmy Thunder duikt ook de pits in. En zo hebben wij de twee
main guys in de pits al gezien, maar de concurrenten van Team Michiel nog niet. Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas nog altijd buiten, die staan nog op 0 stops, maar nu zijn ze binnen, ze zijn recht achteraan de winning gekomen, die zagen natuurlijk ook, die zagen ook die tijden naar een garage Bernal, die hebben eieren voor hun geld gekozen. Romain Grosjean blijft buiten, wordt hij de nieuwe race leader of was dat gat gegooid? We gaan het zien. Nee, Romain Grosjean, die komt ook de pits in. Dus zodra wij hier de pitstraat legen, hebben wij het hele veld binnen gezien waarschijnlijk. Nico Hulkenberg rijdt nog een rondje door. Ja, Nico Hulkenberg rijdt door. Carlos Sainz rijdt ook door. Ja, Hulkenberg en Sainz zijn de enige die door zijn gereden. En namelijk Stoffel van Doorne. Maar die was al bijna nummer laatste. Woehoe! Eentje net. Van Doorne klimt nu nog een aantal plekjes. P14 komt hij buiten. Kimi Räikkönen binnen DRS opstand. Nou, die pitstop die heeft daar wat gewonnen hoor, volgens mij. Kimi Räikkönen zegt, potverdorie. In de achtervolging. En ja, Timmy Tinder weet het hè. Dit is Ferrari power tegen Renault power. Dus dat kan ook wel een spannend worden op het rechtstuk. Kimi Räikkönen wel een standaard fuel mix. Gaan we eens even kijken of die Nietzsche film straks in de rich mix gooit. We gaan het zien. Hier gaat het gebeuren. Hij krijgt geen DRS. Nee, Timmy Tinder heeft hem daar goed weggereden. Hij krijgt wel een DRS, excuseer. Dat was allemaal gebeurd bij de herpin, dat verschil. Maar het heeft wel voor gezorgd dat de aanval er niet gaat komen. Chanel in P9 nu. Heeft drie posities goed gemaakt ten opzichte van zijn start. Maar bevindt zich op dit moment maar liefst 9,1 seconden achter Daniel Ricciardo op P8. Wat is daar gebeurd? Is hij in de pits of zoveel tijd kwijtgeraakt? Dat is niet zo fraai hoor. Nu vol vleugel. We zien twee gasten in de pits. Dat zijn Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, de nieuwe teammates van Team Renault. En dat was even lastig bij het uitkomen van de chicane. En daardoor Sean op een P7 netto. En ook Bruto op dit moment. Want iedereen is binnen geweest. Ook Stoffel van Doorne. En rijdt nu binnen. En dan is het P7 voor Sean L. Met die nieuwe voorvleugel. Dat heeft hem zo'n tijd. Oei, 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 oei. Dat is een fout hoor. Maar hij houdt hem wel netjes op de baan. Nou, hij houdt niet de baan. Hij houdt hem buiten uit de barrières. Dat is wat hij doet. Dus de voorvleugel blijft dit rondje nog intact. Oh, focus. Focus, focus. Focus is een beetje af. Oei, graslock-up. Ja, dat is die typische graslock-up. Daar heb ik het ook over gehad in practice. Dat is als je tijdens het aanremmen een band op het gras laat glijden, dat hij dan wat gras oppikt. En als je dan weer terug op het asfalt komt, dan zul je zien dat je heel weinig grip hebt met die band die naar het gras is geweest. Dus dan lokt hij op. En ja, dat is heel vervelend. Dan ben je gewoon langer aan het remmen. En dat had Sean al hier net. Hij pakt hier de curbs netjes mee, houdt hem uit de World of Champions. En dat doet hij wel heel overdreven. Hij mag er best wel meer curbs mee nemen. Het is een klein beetje akelig, maar dat moet hij wel doen, want anders kost het gewoon tijd. Nee, dit gaat goed. Dit gaat goed. Ja. Valtteri Bottas nog altijd achter die Vettel. Godverdomme. Weer bij die bocht, hè. Oei, 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 oei. Nu is hij hem echt helemaal kwijt. Hij staat stil. Maar hij heeft zijn voorvleugel naar het schijnt intact gehouden. Romain Grosjean is er voorbij. De enige haas nog op de baan. En ook je Nico Hulkenberg, Sergio Perez. Ja, nu komen ze allemaal, hoor. Nu komen ze allemaal. Sainz kukelt er nog voorbij. Maar Lance Stroll, de homeboy... Die weten voorlopig nog even achter te houden. Sean moet erg goed uitkijken. Nu zeker, dat is een hele lastige tractiezone. Dat het team niet verliest met het gras op zijn banden. En nu zal het meeste gras wel vandaan zijn. Maar Lance Stroll zit wel al naar zijn versnellingsbak te kijken. Van kan ik hem daar eventueel nog langs gooien. Hier ergens in een van deze bochten. Nou, Sean L moet hier gewoon met zijn Mercedes motor de DRS pakken. En Sainz inpakken. Dat zou een hele makkelijke job moeten zijn. Maar hij remt hier erg langzaam. Oeh, dan is hij ook nog een momentje tijdens het uitaccelereren. Dan kan hij deze actie eigenlijk wel vergeten. Maar hij gaat er nu wel door. Rich Mix en DRS open. Daar gaat hij. Timmy Thunder, 3 second time penalty. En ja, dat is gevaarlijk hoor. Want Kimi Räikkönen zit op dit moment binnen die 3 seconden. We blijven bij de aanval van Sean L. Hij zit er nog steeds eigenlijk op. Hij heeft weer een momentje bij het uitaccelereren. Maar Sainz heeft een slechte exit. En daar gaat hij komen. De aanval van Sean L. Om weer één positie goed te maken. Maar hij heeft er nog veel te gaan. De positie op Carlos Sainz is goed gemaakt nu. Meteen weer de Force India in zijn vizier. Doorrijden voor een spannende race voor Sean L. Hij leek een eenzame race te worden zonder fouten. Omdat Daniel Ricciardo weg was. Maar nu wordt het een hele spannende. Hij heeft een stuk of 5 auto's nog in te halen.
Vier auto's heeft hij in dalen. Vijf. Romain Grosjean nog. Kom maar, doorrijden, Sean. Het kan nog allemaal. Ze zitten allemaal met seconden van elkaar of zoiets. 1 of 2 seconden. Meer zit er niet tussen, maar dit soort dingen mogen niet gebeuren. Te veel gras meegepakt, potverdorie. We gaan aan boord bij onze penalty setter. Die hier een lelijke penalty heeft meegenomen. We weten niet precies waar die voor was. Het zal ongetwijfeld een bocht zijn geweest. Die gekonnekut was. Ja, het kan ook een aanrijding zijn, hè, jongens. Nu doe ik een aannames hier. Maar aangezien hij hier eenzaam op kop rijdt, zal het ongetwijfeld een bocht zijn geweest. En Kimi Räikkönen op 2,7 seconden. Die zit nu nog binnen die gevarenzone. Dus virtueel racewinnaar Kimi Räikkönen in lap 18, 13 van de 18. Na deze hebben wij er nog 5 te gaan. Dan pakt hij vettig veel curves mee. En Kimi Räikkönen nu op 3,1 seconden. Dus onze virtuele racewinnaar is ook onze echte raceleider op dit moment. En nu zit er Kimi Räikkönen. Ja, het blijft een beetje zo op neer schommelen, hè? Dat blijft interessant. Ja, Geert. We gaan even naar de weerswerker kijken. Kijken of er meer mensen zijn met penalties. Verwacht het eigenlijk wel. Kijken we even hier. Oeh, er zijn niet zo heel veel penalties. Normaal is deze pagina al helemaal gevuld. Dan moeten we naar beneden scrollen. We beginnen natuurlijk met Sean L. Lap 1, hè. We weten het. Collision with Science. Het is nu even weer. Het is spannend. We gaan zo meteen terug. Thermal damage. Dat zie ik natuurlijk. We hebben het allemaal gezien. En dan is de enige met een 3 seconden penalty is Timmy Turner. Ja, we gaan terug naar Sean L. op eigen verzoek. Een halve seconde is het gat. Oeh, dat is inderdaad heel spannend. Kan dubbel overtake worden als je het hier spannend speelt. Massa en ook. Alle drie Mercedes motoren hier. Timmy Turner pakt wel nog even de fastest lap mee. En dan moet hij ook. Kimi Räikkönen is alweer op zijn plaats gezet. Hé, hoe kon ik het pakken in de herpen? Zeg, potverdorie, onder daar hebben. Maar hij raakt die plek er kwijt, want hij heeft een slechte exit. Maar hij gooit hem langs. Ja, kijk wel. Ja, oeh, dit is een meelmenger. Ja, daar komt die nieuwe massa. Gas, gas. Oeh, dit is spannend. Halve seconde gaat hij te redden. Hij gaat het waarschijnlijk net niet redden. Maar hij probeert het wel. Oh, hij gooit hem er gewoon langs hoor. Hij gooit hem er gewoon langs. Oeh, dat is een lastige exit. Oeh. Jongens, wat doet hij hier allemaal? Daar had hij beter rijden voor zijn geld kunnen kiezen, want dit was een ontzettend riskante move. Hij had bijna de eerste verandering kwijtgeraakt. Het is een wonder dat hij niet kwijt is, want hij stuitte letterlijk van de Wall of Champions naar de muur aan de linkerkant. Pak ja, ik heb me de voetjes stellen. Hallo. Daar verstond mij niet heel veel van. Oei. Ah, mijn linkervoetje trapt veel te veel. Chance is nerveus te worden. We gaan eens even naar de racewerk kijken. Hoeveel penalties, warnings heeft Sean al gekregen? Dat is de vraag van dit moment. Het zijn er 3. Op dit moment zijn 3 Belgische vlaggen. Het zijn alle 3 van Sean al niet van de stof of van Doornen. Gek genoeg heeft hij maar 1 konden gekut. Hulkenberg, thermal damage. Ja, mechanical failure. Dat is gewoon een retirement. Hè. We zitten in de racewerk. Dan kunnen we meteen zien wat er aan de hand was met Nico Hulkenberg. En dat was dus het geval. Sean L. heeft 1 warning voor corner cutting, zoals ik zei. Dus dat wil zeggen, wow, je mag nog 2 corners cutten en dappers krijg je een penalty. Hij heeft alle 2 warnings voor collisions. Die tellen daar volgens mij niet in mee. Volgens mij waren het allemaal lichte toucheetjes. En dan zegt hij, wow, warning, hè. Ja. Swan. Sector 2 is op dit moment geel. Ik denk dat dat nog altijd voor die Hulkenberg is die daar geparkeerd staat. Hij staat er nog altijd, met draaiende motor maar liefst. Dat is opvallend. Hij heeft hem niet afgeschakeld. Die motor zou normaal gesproken in het overritten zijn. Hij staat op DNF, dus ik denk niet dat er nog iemand is die hoop heeft dat hij Renault hier nog kan vertrekken van zijn parkeerplaats. Wat happened to Palmer? Kimi Räikkönen 4,0 seconden, 4 seconden blank de achterstand op Timmy Turner. Sean L. heeft 3 seconden, een ronde nadat hem versteld, meer dan een ronde nadat hem vertelde dat hij nog 2 penalties te gaan had. Neemt hij hier een penalty van 3 seconden in de bocht waar je de beste penalty kan pakken. Daar kun je heel veel tijd besparen. Maar waarschijnlijk heeft hij er iets royaal, te royaal gedaan, want ja, zo werkt het ook alweer. Je kunt 3 lichten doen, of je kunt 1 hele zware doen. Je krijgt allebei een 3 seconden penalty voor. We gaan even naar de bezig kijken hoe dat precies zit. En het geval wil dat dit een dubbele corner cutting was. Hij heeft dus. Oh, what the fuck? Nee. Hij heeft 4 corners gekut. 5. Nee. Wacht. 5. Ja.
Ik geloof het zelf ook niet, maar in de laatste twee laps heeft Sean L 5 corners gekut. En daarvoor heeft hij in totaal 6 seconden penalty gekregen. Ik kan het beter niet kunnen vertellen aan zeggen dat hij gewoon die corners kan kutten zonder de dadelijke gevolgen aan zaten. Maar ik heb er volgens mij wel bij gezegd dat het er een maximum van 3 aan zit. Een 5, dat is meer dan 3, als ik me niet vergis. Dus ja. Dit is me er eentje. Timmy Thunder, kan hij de pace houden? Het is krap hoor, want hij houdt die Kimi Räikkönen gewoon op 4 seconden. En ja, hij kan hem zien, Kimi. En dat is ook wat Timmy Thunder zal proberen te doen. Een beetje dat kussen bewaren tussen hem en Kimi Räikkönen. Zelf niet al te veel risico nemen. Niet te veel risico nemen dat je zelf alsnog een penalty krijgt. En dan, ja, dan ben je wel echt een zak hoor. Of je moet er meteen 5 seconden mee goed maken. Dan heb je een hele goede goal gekund natuurlijk. Maar daar gaan we even niet uit. Dat is vrij zeldzaam hoor, dat lukt. Daarin is het penalty systeem wel goed. Je krijgt wel penalties voor dingen die erg veel tijd opleveren. Dus het kussen van 4 seconden blijft intact. Het wordt 4.2, 3.7. Ja, er zit best wel veel oscillatie in die delta. Delta time. Kimi Räikkönen kan in de ruimte erg lafjes aan voor de cornercuttingbocht. John L. die ziet de roze Force India van Sergio Perez steeds dichterbij komen. En daarna staat Grosjean nog op het programma, maar die wordt zelf nu ook aangevallen door Sergio Perez. We gaan even kijken bij de Mexicaan nu. Hij zit heel erg dichtbij, maar hij zal moeten wachten tot de rest van. Of gaat hij dit proberen? Hij komt het misschien al langs hier! Oh! Oh! Ja, hij gaat van links naar rechts, maar hij laat. Hij kiest eigenlijk voor zijn geld. Hij stelt zijn inhaalpoging uit en die gaat er ongetwijfeld komen. Misschien al in de hairpin, anders op het rechte stuk. Nou, volgens mij kan het hier gewoon hoor. Tegen de remmen van een haas. Hij doet het niet. Nee, hij kiest er duidelijk voor om het op het rechte stuk te doen. Maar die Grosjean die loopt dan nog up, zeg. Wat doet hij nou? Die denkt ook niet. Nou ja, hij is een overdriver, dat is duidelijk. Hij probeert die voorzin niet achter zich te houden. Dit is lap 18 van 18, jongens. We zitten in de laatste ronde. Het gaat nu gebeuren. Maar het gaat over de race leader, hè. Die is zojuist zijn nieuwe ronde begonnen. Wij gaan hier nog niet aflaggen. En daar komt de aanval van Sergio Perez voor de herpen. Maar hij heeft hem nog naast zich. Hij moet uitwijken hier. Hij duwt hem de wall. Champions in. Er is een beetje contact. En dat is nu niet gebeurd. En daar komt de Mercedes langs van Sean L. Maar die lokt wheels met Sergio Perez. Oh, wat een nutte. Wat een nutte. Hij borstelt zich er langs. Oh, oh, oh. Het is een wonder dat Sergio Perez hem op de baan heeft weten te houden. Wat kwam die Mercedes vanuit het niets opeens. Iedereen was verrast. Zelfs de commentator. Maar Sergio Perez, die pijt hem nu gewoon terug. Hij lukt er niet. Nee. Hij kan de Mercedes. Hij kan de Mercedes niet passeren, want de Mercedes is hem hier voorbij. En de aanval die zal moeten wachten tot het rechte stuk weer. Want hij gaat hier geen onverschillende standing. Oh, maar Sean L gaat wide! Sean L gaat wide! En doucheert hem niet! Oh, hij komt weer al veilig te baan op, zoals hij zo vaak doet! Hey, Billy Jones Attack Dangerously. Dat is typisch Sean L. En Sergio Perez die heeft er een broertje door aan. Die heeft me gewoon aangereden. En Romain Grosjean reed hem ook erbij. Maar die is hem inmiddels op. En de race win voor Timmy Thunder. Slecht commentaar hier. Dat we niet even naar de race leader gaan. Hij is gefinished. We weten op dit moment het interval niet. Dus nog slechter commentaar. Weet hij niet eens of hij de race gewoon heeft. Nee, dat weten we wel. Want het staat hier gewoon 0.17 seconden. Het is een hele krappe geworden. En Kimi Räikkönen die rijdt hem hier nog even aan. Want hier. Graftak. Moet je kut penalties. We gaan even terug naar Sean L. Wat kan die nog bakken? Want dit is alleen maar voor de eer. Hij gaat zo meteen heel veel terugvallen voor al die penalties maken. Sergio Perez is al lang veel te ver weg. Hier gaat hij niet meer aan kunnen vallen. Maar Romain Grosjean blijft hier voor. Waar gaat hij terugvallen? Het zal P12 worden waarschijnlijk voor een P13, P12. En dat is gebeurd. P12 is het geworden voor Sean L. En het is precies waar hij gestart was. En zo is het toch alweer een eerlijke race gebleken. Ja, en daar staat hij in zijn bananenpak op het podium tussen de twee Ferraris, zoals we het heel graag zien. Maar dit oude team toch even zien wat ze moeten missen, hè? Ja. Ja. Oh, man. Dit is echt een fucking race geweest. Holy shit, man. Het commentaar wordt zeer intens met de aanval van Grosjean Perez en de winst in Mercedes. Ja. Oh, man. Ik wil te worstelen. Ja, het wil echt worstelen, hoor. Het wil echt een hele nette actie. Serieus. Ik dacht, de Wall of Champions, ik ben langs. En nee, doek. Ik wil...
Ik maak shit tegen sturen, niet spinnen, op het rechte stuk. Spinvis. Ja, man. Wat was de titel van deze episode?